Hallo iedereen en welkom terug bij een andere video. Dit is Alianza van Alianza Gaming en vandaag heb ik voor jullie een video over hoe je misschien bekender of beter kan worden op YouTube. En dit heeft iemand gerequest op de vorige video waar ik het erover had hoe je beter kon worden in games. Als je die video nog niet hebt gezien, moet je die zeker gaan kijken. Ik zet de link ervan in de description. Daar heb ik het erover hoe je beter kan worden in games. Dit filmpje ga ik het hebben dus over hoe je beter en bekender kan worden op YouTube. En dan heb ik het dus over een gaming kanaal. Dus ik heb hier een paar punten opgeschreven en ik ga ze doornemen. Het is een beetje hetzelfde setup als vorige keer. Op de achtergrond zien jullie wat Operation Firestorm Rush gameplay. Met de nieuwe gun, de G3A3 die ik vandaag heb uitgespeeld. En waar ik met de ACOG scope, de heavy barrel en de foregrip speel. En het is hele kick-ass gameplay. Dus ja, hopelijk vinden jullie dat leuk. In ieder geval, het eerste punt waar ik het over heb is personaliteit. En ja, daarmee bedoel ik dus, niet iedereen is een geschikt persoon om YouTube te doen. Dus ik ben er gewoon mee in aanraking gekomen. Ik doe het al best wel heel erg lang, al iets van 2-3 jaar. En niet alleen dit kanaal, ik heb ook een ander kanaal gedaan, maar dat valt een beetje. In ieder geval, en over tijd word je steeds beter. En je eerste filmpje is altijd shit gewoon. Maar een aantal mensen die zien potential in je, die denken, hey, die kan goed worden. Ik klik subscribe, ik klik like en ik laat nog een comment achter. Dus, en niet iedereen is geschikt. Sommige mensen die zijn een beetje saai, zeg maar. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus, en je kan veranderen. Ik bedoel, ik ben ook niet altijd de allerblijste persoon. Maar als ik record, probeer ik gewoon de aandacht erbij te houden, zorgen dat het voor iedereen interessant is. Dus ja, daar kan je ook in verbeteren. Dus het tweede wat ik heb is tijd. Voor YouTube, zeker een gamekanaal, heb je veel tijd nodig. Het kost heel veel tijd. En soms heb je er bijvoorbeeld geen zin in, maar heb je al een paar dagen niet geüpload. Ik heb geen tijd. School. De meeste mensen die YouTube willen doen hebben school. Die zijn jong, zo oud als ik ongeveer, 14, 15. Of misschien iets ouder of jonger. In ieder geval rond die leeftijd. En die hebben niet zo super veel tijd. Maar toch moet je proberen tijd vrij te maken. En ja. Het derde wat ik heb bedoel ik. Computer hardware. Dus daar heb ik ook vorige video over hoe je beter kan worden in games over gepraat. Dus als je een gamekanaal hebt, heb een redelijke computer. Ik bedoel laggy gameplay, 144p, dat soort shit. Nee, maar gewoon laggy gameplay, redelijke kwaliteit. Geen goede kwaliteit, dat is niet fijn. Ik upload in 720p, dat is gewoon HD. Mensen zijn er blij mee, ik ben er blij mee. En ook je microfoon. Het is fijn als je een redelijke microfoon hebt. Ik bedoel, ik heb niet een hele goede microfoon. Goede microfoons, of redelijke, zijn niet duur. Die zijn 10, 20 euro en dan heb je een redelijke. En die van mij was ook zoiets. Of nou, het is eigenlijk een headset die hier voor me ligt. In ieder geval. Dus zorg dat je een goede microfoon, redelijke computer. Het tweede wat ik heb is software. En één ding dat ik echt voor heel veel mensen die net beginnen met YouTube wil zeggen. Heel veel mensen recorden met Camtasia Studio. Doe dat niet. Camtasia Studio maakt je gameplay zo laggy. Zeg maar, als ik record met Camtasia Studio vergeleken met DxStory wat ik gebruik. En ik zet wel een link in de description van DxStory. Dat kan je kopen en dan kan je gewoon recorden. En super chill. Geen lag krijg je ervan. En van Camtasia Studio krijg je super veel lag. Wat ik recommend, dus wat ik aanraad om mee te recorden, is Fraps of DxStory. En het meeste DxStory, je processor die hoeft het minst te doen. Hij records het smoothst, het best. Je kan alles customizen. En hetgeen om mee te editen, Sony Vegas. En ik gebruik Sony Vegas Pro 12. Dus alsjeblieft mensen, record niet met Camtasia Studio. Zelfs goede computers, want ik heb een best wel redelijke computer. Zeg maar, ik ga niet onder de 30 fps ofzo, alleen ik krijg zulke frame drops en lag spikes van Camtasia Studio. En dat ligt niet alleen aan mijn computer, maar het is gewoon niet een recording programma gemaakt voor games. En DxStory wel. Daarna, kritiek nemen en verwerken. Je gaat op je video's dislikes halen. Je gaat mensen krijgen die schrijven, ah, je hebt geen vrienden, je bent lelijk, je video's zijn kut. Ga niet schrijven, nee, jij bent kut, jij bent lelijk.
Want dan krijg je alleen maar haat. Wat je moet doen is vragen, oh, hoe kan ik verbeteren? Lalalala. Dat soort shit. En dan verwerk je dat. En dan volgende keer beter. Misschien geeft hij dan wel een like. Mensen waarderen dat. Mensen waarderen dat jij hun kritiek serieus neemt. Ook al hebben zij het niet serieus bedoeld. Jij verwerkt het in video's. Andere mensen waarderen het. Boop. Iedereen blij. Daarna, je instelling. En ten eerste, doe het nooit voor de YouTube money of bitches. Het is nooit zo van, nou, ik ga op YouTube en ik plan om over een maand 3 miljoen subscribers te hebben en superveel geld te verdienen. Dat gaat niet gebeuren, kan ik alvast zeggen. Of in ieder geval, dit is een hele kleine kans. En dus, denk niet, ik ga YouTube doen voor het geld, dan kom je er niet. En zo is niemand er gekomen. Niemand denkt, ja, ik ga gamen en dan wil ik geld verdienen. Zo werkt het niet. En ja, dat was eigenlijk alles. Ik had nog één ding, maar ik ben het vergeten om te schrijven. En ik ben het nu ook in mijn hoofd vergeten. In ieder geval, zoals jullie kunnen zien, de gameplay op de achtergrond is tot nu toe super cool. In ieder geval, dat zijn eigenlijk de dingen die ik had bedacht. Ja, voor de mensen die een kanaal hebben. Ik weet dat er heel veel van jullie zelf een kanaal proberen te maken. Of hebben gemaakt en een paar filmpjes maken. En dan ze van, ah, het is laggy of de kwaliteit is niet goed of microfoonkwaliteit is niet goed. Een grote ruis op de achtergrond. Dit zijn een paar tips voor jullie. Dus de gameplay op de achtergrond gaat verder. En ik zet mooi muziekje eronder. Hopelijk wel niet leuk. Hopelijk hebben jullie iets geleerd. Hopelijk heeft het geholpen. Als je meer wil zien natuurlijk, subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! Still won't look me in the eye. Are you afraid?
close my eyes.